Zuko, nieuw Cool Collective. Staat er allemaal op. Sound Clash. Ja hoor. En het mooiste wat ik vind is dat er VS staat. Wat staat voor versus. En versus, dat doet mij een beetje aan boksen denken. Het is echt ook een wedstrijd die we mee gaan maken hier zo. Met de nieuw Cool Collective en Zuko. Het is afgelopen dat muzikanten elkaar allemaal van tevoren en tijdens en na een concert in de armen vallen. Het gaat er nu om wie de beste band is van deze twee. En dat doe je met een Sound Clash. Even een kleine drugscontrole halen. Ja, Narcotica Brigade. Dit is typisch Zuko. Die doen het op de rooibos. Ik hoop dat het helpt. Zijn jullie de New Cool Collective? Ja. Dat zijn ze niet. Hier treffen we de New Cool Collective aan. Welk nummer is dit? Dit is de cover. En hoe heet dat? P.I.M.P. 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 Maar die cover is echt net gekozen. 10 minuten voor aanvang. Nog 5 minuutjes en dan gaan ze op 2 podia. Hier in Paradiso voor de eerste echte Sound Clash. Ik kan er nog snel even uitleggen hoe het eindigt vanavond. Daar achter mij ziet u de decibelmachine. Is uit Italië gehaald. Het is een exclusief apparaat wat 1000 euro kost in de verhuur. Is toch hierheen gekomen. Er staat straks een microfoon opgesteld. Die gaat een soort applausmeter vormen. Dus die verzamelt al het applaus aan het eind van de avond en kijkt welke band er heeft gewonnen. Goedenavond allemaal, welkom bij Sound Clash. Nu moeten we eens uit gaan maken vanavond wie de beste is. Niet het gezeur dat de muziek gaat winnen, nee. U bent of een Zuko-fan, of u bent een nieuw Cool Collective-fan. Juist. Een keiharde strijd gaat het worden. Maar goed, zoals het gaat bij een wedstrijd, en dit is een muzikale wedstrijd, begin je zo'n wedstrijd eerst op je gemak. Wat zeg ik? Je doet aan een warming-up. Dat betekent dat de bands één voor één een rustig nummertje gaan spelen. Nog even als het ware alsof het trainingspak nog aan is. Er moet nog wat gestretched worden. Draait u zich 180 graden om, dames en heren, voor de warming up van de New Cool Collective! De shirtjes mogen uit, de trainingspakken mogen uit. Het gaat nu echt gebeuren. De bands gaan nu echt tegen elkaar spelen. 3 rondes. En de eerste ronde gaat om een cover. Nu was 8:30 hier, zat iedereen hier nog aan de Chinees. Er was flink gerepeteerd. Er was maar geen cover voorhanden die door beide bands gespeeld kon worden. Toen was er 1 wijsneus, ik weet eigenlijk nog geen eens wie het was. Die zei, weet je wat, we doen P.I.M.P. van 50 Cent. Zij, ja, luister even, jullie zijn 20, maar de bandleden zijn ongeveer 40 à 50 jaar. Het zijn ze geen hol. Goed, P.I.M.P. gaat als eerste gespeeld worden door deze kant. Zuko kan nu even de kat uit de boom kijken, dat is gunstig, dat heet Catenaccio in het Italiaans. 50 Cent wordt gespeeld door de New Cool Collective en daarna dus de cover opnieuw aan de overkant door Zuko. Ietsje voor staat.
Maar gelukkig wordt er ook gefloten. Lijkt me heel goed. Wat gaat er nu gebeuren? Wat er nu gaat gebeuren is dat we in ronde 2 zijn aanbeland. In ronde 2 wil zeggen dat Zuko een nummer gaat beginnen. Het nummer van eigen leest. Een mooi eigen nummer. En vervolgens kiezen jullie het moment uit dat je zegt voilà. En daarmee gaat het licht over en alle kopjes draaien 180 graden. En dan neemt de New Cool Collective het over. Wat voor nummer is het? En hoe ingewikkeld is het voor hun? Wat voor nummer is het? Wat wij gaan doen, we gaan in rumba spelen. Rumbatje. En kunnen zij dat? Ja, nou ja, ja. Nee, dat kunnen ze niet. Oh, wat moeilijk, jongens. Hier is Zuko 103. De som tentar, não vem que não tem com seu nariz de faca. Não vem que não tem que eu tô no vento dele. Eu vou me embora pra ladeira. No BBC e no TDC, o único que tá voltando é você. Nem vem que não vem com essa brincadeira. Eu vou me embora pra ladeira. Dat is een interessante, ingewikkelde, technisch ook ingewikkelde ronde. En daarna gaan we uitmaken met de decibellenmeter die nu nog uitstaat. Maak straks aan, naar aanleiding van het applaus wat u geeft, helemaal aan het eind, wie er vanavond gaat winnen. Want we doen niet slap, we eisen een winnaar deze avond. Waar gaat het om? Dit is eigenlijk een soort stuivertje wisselen. Straks begint er iemand, die krijgt het startsein. En dan wordt abrupt die muziek onderbroken omdat ik het aftel. En daarna is er steeds DJ Aardvark, ik moet erg aan het woord wennen. Voorlopig heb jij hele, even ter introductie, even wat stevige muziek. Begin met een S en het eindigt op een R. Heb je dat klaarstaan? Ja, we gaan even luisteren naar een keiharde DJ Aardvark.
mij. Waarschijnlijk kunt u het zo goed als allemaal zien. Hoger kan het apparaat niet. Dat is een apparaat waar, ja, laten we zeggen, de geluidspolitie 's nachts. Die gaat naar 's nachts mee langs de straten. Als u hard schreeuwt, gaat die hoger. Ah! Dank u wel, dank u wel. U weet wat de bedoeling is. U bent al vaker in contact geweest met het decibelapparaat. We doen onze ogen dicht. We houden het 5 seconden stil. En dan noem ik de naam van de eerste band. De New Cool Collective. Als ik heb hem op de 114 zien staan. Klopt, hè? Klopt. Ja, goed. Weer even, denkt u weer even na aan dit legendarische concert. Aan uw lievelingsbandje. Aan het andere bandje. En besluit hoe hard u voor de tweede band gaat schreeuwen. Mag ik weer even absolute stilte? Nog stiller gaan. 5 seconden. Zuko 103. Ik heb 116 gezien. Zuko is winnaar van Soundclash 2004. Op de tweede plek de New Cool Collective. Nog altijd te bestellen. Het hele seizoen druk. Een van de beste bands van Nederland. Zuko 103 wint. Ik kom nu naar jullie toe. Zuko 103 wint Soundclash 2004. Gefeliciteerd. Zuko 103. Op de tweede plaats, de losers van de avond, de New Cool Collective. Maar wat hebben ze fantastisch gespeeld. Geweldig. New Cool Collective. Staat er allemaal op. Sound Clash. Ja hoor. En het mooiste wat ik vind is dat er VS staat. Wat staat voor versus. En versus, dat doet mij een beetje aan boksen denken. Het is echt ook een wedstrijd die we mee gaan maken hier zo. Met de New Cool Collective en Zuko. Het is afgelopen dat muzikanten elkaar allemaal van tevoren en tijdens en na een concert in de armen vallen. Het gaat er nu om wie de beste band is van deze twee. En dat doe je met een Sound Clash. Kleine drugscontrole halen. Ja, narcotica brigade. Dit is typisch Zuko. Die doen het op de rooibos. Ik hoop dat het helpt. Zijn jullie de New Cool Collective? Ja. Dat zijn ze niet. Hier treffen we de New Cool Collective aan. Welk nummer is dit? Dit is de cover. En hoe heet dat? P.I.M.P. 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 Maar die cover is echt net gekozen. 10 minuten voor aanvang. Nog 5 minuutjes en dan gaan ze op. Op 2 podia hier in Paradiso voor de eerste echte Sound Clash. Ik kan er nog snel even uitleggen hoe het eindigt vanavond. Daar achter mij ziet u de decibelmachine. Is uit Italië gehaald. Het is een exclusief apparaat wat 1000 euro kost in de verhuur. Is toch hierheen gekomen. Er staat straks een microfoon opgesteld. Die gaat een soort applausmeter vormen. Dus die verzamelt al het applaus aan het eind van de avond en kijkt welke band er heeft gewonnen. Goedenavond allemaal, welkom bij Sound Clash. Hier moeten we eens uit gaan maken vanavond wie de beste is. Niet het gezeur dat de muziek gaat winnen. Nee, u bent of een Zuko-fan of u bent een New Cool Collective-fan. Juist. Een keiharde strijd gaat het worden. Maar goed, zoals het gaat bij een wedstrijd, en dit is een muzikale wedstrijd, begin je zo'n wedstrijd eerst op je gemak. Wat zeg ik? Je doet aan een warming up. Dat betekent dat de bands één voor één
een rustig nummertje gaan spelen. Nog even als het ware alsof het trainingspak nog aan is. Er moet nog wat gestretched worden. Draait u zich 180 graden om, dames en heren, voor de warming up van de New Cool Collective. De shirtjes mogen uit, de trainingspakken mogen uit. Het gaat nu echt gebeuren. De bands gaan nu echt tegen elkaar spelen. 3 rondes. En de eerste ronde gaat om een cover. Nu was 8:30 hier, zat iedereen hier nog aan de Chinees. Er was flink gerepeteerd. Er was maar geen cover voorhanden die door beide bands gespeeld kon worden. Toen was er 1 wijsneus, ik weet eigenlijk nog ineens wie het was. Die zei, weet je wat, we doen... P.I.M.P. van 50 Cent. Zij... Ja, luister even. Jullie zijn 20, maar de bandleden zijn ongeveer 40 à 50 jaar. Het zijn ze geen hol. Goed, P.I.M.P. gaat als eerste gespeeld worden door deze kant. Zuko kan nu even de kat uit de boom kijken. Dat is gunstig. Dat heet Catenaccio in het Italiaans. 50 Cent wordt gespeeld door de New Cool Collective. En daarna dus de cover opnieuw aan de overkant door Zuko. We in ronde 2 zijn aanbeland. In ronde 2 wil zeggen dat Zuko een nummer gaat beginnen. Een nummer van eigen leest. Een mooi eigen nummer. En vervolgens kiezen jullie het moment dat je zegt, voilà. En daarmee gaat het licht over en alle kopjes draaien 180 graden. En dan neemt de New Cool Collective het over. Wat voor nummer is het? En hoe ingewikkeld is het voor hun? Wat voor nummer is het? Wat wij gaan doen, we gaan in Rumba spelen. Rombatje. En kunnen zij dat? Ja, nou ja, ja. Nee, dat kunnen ze niet. Oh, wat moeilijk, jongens. Hier is Zuko 103. Jawel. Hey. Ik heb jullie nodig eigenlijk. Kunnen jullie meedoen hier? Wauw, als het lekker is. De som tentar, não é que não tem com seu nariz de fato. Não é que não tem que eu tô no aguento ter. Eu vou me embora pra ladeira. No BBC e no TDC, o único que tá voltando é você. Nem é que não tem com essa brincadeira. Eu vou me embora pra ladeira. Come on.
Dat is een interessante, ingewikkelde, technisch ook ingewikkelde ronde. En daarna gaan we uitmaken met de decibellenmeter die nu nog uitstaat. Maak straks aan, naar aanleiding van het applaus wat u geeft, helemaal aan het eind, wie er vanavond gaat winnen. Want we doen niet slap, we eisen een winnaar deze avond. Waar gaat het om? Dit is eigenlijk een soort stuivertje wisselen. Straks begint er iemand, die krijgt het startsein. En dan wordt abrupt die muziek onderbroken omdat ik het aftel. En daarna is er steeds DJ Aardvark. Ik moet erg aan het woord wennen. Voorlopig heb jij even ter introductie, even wat stevige muziek. Begin met een S en het eindigt op een R. Heb je dat klaarstaan? Ja, we gaan even luisteren naar een keiharde DJ Aardvark. Waarschijnlijk kunt u het zo goed als allemaal zien. Hoger kan het apparaat niet. Dat is een apparaat waar, laten we zeggen, de geluidspolitie s'nachts. Die gaat daar s'nachts mee langs de straten. Als u hard schreeuwt, gaat die hoger. Ah! Dank u wel. U weet wat de bedoeling is. U bent al vaker in contact geweest met het decibellenapparaat. We doen onze ogen dicht. We houden het 5 seconden stil. En dan noem ik de naam van de eerste band. De New Cool Collective. Ik heb hem op de 114 zien staan. Klopt, hè? Klopt. Ja, goed. Denkt u weer even na aan dit legendarisch concert. Aan uw lievelingsbandje. Aan het andere bandje. En besluit hoe hard u voor de tweede band gaat schreeuwen. Mag ik weer even absolute stilte? Nog stiller gaan. 5 seconden. Zuko 103. Ik heb 116 gezien. Zuko is winnaar van Soundclash 2004. Op de tweede plek de New Cool Collective. Nog altijd te bestellen. Het hele seizoen druk. Een van de beste bands van Nederland. Zuko 103 wint. Ik kom nu naar jullie toe.
Zuko 103 wint Soundclash 2004. Gefeliciteerd. Zuko 103 op de tweede plaats. De losers van de avond. De New Cool Collective. Wat hebben ze fantastisch gespeeld. Geweldig.